angina pectoris is een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst. De pijn ontstaat bij inspanning en verdwijnt direct als u rust. De pijn kan doortrekken naar uw hals, uw kaak of naar uw schouder of naar uw arm. De klachten zijn vervelend en kunnen angstig maken omdat ze veel lijken op de klachten bij een hartaanval. Angina pectoris kan meestal geen kwaad als de pijn bij rust meteen weggaat. Angina pectoris wordt veroorzaakt door vernauwing van één of meer van de kransslagaderen van uw hart. Doordat de kransslagaderen nauwer zijn, kan er minder zuurstofrijk bloed in het hart komen. Er ontstaat pijn als het hart extra zuurstof nodig heeft, zoals bijvoorbeeld bij het bestijgen van een trap. De pijn op de borst bij angina pectoris kan meestal geen kwaad. Het is wel een waarschuwing dat het hart weinig zuurstof krijgt. Neem rust, zodra de pijn komt, dan herstelt het hart zich. Meestal zijn de klachten binnen enkele minuten al weg. Het hart kan beschadigen als het zuurstoftekort langer dan 15 minuten duurt. Daarom moet u bij angina pectoris altijd een hartabletje of spray voor onder de tong bij u hebben. Deze medicijnen maken de kransslagaderen van uw hart wijder en zorgen ervoor dat de pijn op de borst weggaat. Heeft u angina pectoris en rookt u, dan moet u deze week nog een plan maken om te stoppen. Anders dan u misschien zou verwachten, is het voor iemand met angina pectoris extra belangrijk om regelmatig te bewegen. Zorg steeds wel dat u genoeg adem overhoudt. Als u tijdens het bewegen nog kunt praten, dan heeft u adem genoeg. Neem eventueel voordat u gaat wandelen, fietsen of tennissen een tabletje of puffje voor onder de tong. Daarnaast moet u gezond eten en zorgen dat u niet te zwaar bent. Iemand met angina pectoris heeft meestal medicijnen om een aanval te voorkomen, samen met een bloedstollingsremmer en ook een medicijn om het cholesterol te verlagen. Heeft u pijnklachten die blijven nadat u rustig bent gaan zitten en blijven de klachten ook nadat u 3 keer om de 5 minuten een tabletje of puffje onder de tong heeft genomen, bel dan direct de huisarts of de huisartsenpost. Als u bij zo'n aanval ook andere verschijnselen krijgt, zoals onrust, misselijkheid, bleekzien, zweten of een klamme huid, bel dan 112, want het kan dan eventueel een hartinfarct zijn.